de uitspraak was wel dat ik schuldig ben verklaard. En specifieker, want mijn verdediging heeft het argument gevoerd dat het mogelijk moet zijn om dit soort symbolische statements te maken binnen demonstraties. En de rechter heeft gezegd dat ik dat recht wel heb, maar dat dit niet het juiste middel was. Dus we mogen protesteren tegen Shell, maar niet op deze manier. Hadden jullie deze uitspraak verwacht? Toen ik begon wel, maar na de rechtszaak 2 weken geleden had ik eigenlijk zoiets van nee, het is onmogelijk dat een rechter me hier schuldig op verklaart. Dus ik was eigenlijk wel een beetje uitgegaan van vrijspraak. En ja, toch niet. Ja, waarom dacht je na de rechtszaak dat, dat je niet veroordeeld zou worden? De argumenten die mijn advocaat gebruikte, die vond ik zelf enorm overtuigend. En de argumenten die de officier van justitie gebruikte kwamen eigenlijk niet verder dan wat ze deed was de regels overtreden. Dus ik had zoiets van ja, maar als dat je enige argument is en mijn advocaat zegt dat je de regels mag overtreden, mits het binnen je demonstratie valt, dacht ik, ja, dan heeft de officier van justitie verder ook geen zaak meer. Ik denk nog steeds dat dat het geval is. Dus ik denk op het moment dat we in hoger beroep gaan, dat ik hier uiteindelijk alsnog voor vrijgesproken word. Het is nu gewoon jammer dat dat nog wat langer op zich gaat laten wachten. Ja, want jullie gaan in hoger beroep. We zijn nog aan het overleggen. Maar ik denk dat uit principe dat dit wel een hogere beroepzaak wordt. Want het gaat natuurlijk niet alleen om deze specifieke actie bij Shell. Maar eigenlijk gaat het om actie voeren in zijn algemeenheid. Dus op het moment dat ik ervoor kan zorgen dat er op deze zaak een uitspraak komt, dan heeft dat effect op alle andere acties die ook gevoerd worden. Ja, wat kan je nog uitleggen, wat je precies had gedaan? We zijn op 31 januari met een groep mensen naar het hoofdkantoor van Shell gegaan. Om daar actie te voeren in het kader van de Shell Must Fall campagne. En om aan Shell duidelijk te maken dat waar zij mee bezig zijn niet oké is. En daarbij hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen om met een grote groep mensen de deuren van het hoofdkantoor te blokkeren. Een aantal banners uit te rollen. En wat ik vervolgens gedaan heb, is een op olie lijkende substantie over de trap van Shell gegooid. Om op die manier te laten zien dat olie gewoon dat Shell een enorm smerig oliebedrijf is. Die substantie, zeiden jullie ook in de verdediging, die was makkelijk weg te halen, weg te spoelen. Ja, die was super makkelijk schoon te maken. Ja. We hadden sowieso zelf een schoonmaakteam klaarstaan om het schoon te maken nadat de demonstratie voorbij was. De mensen in dit team werden echter gezien als onderdeel van de demonstratie en zijn daarom ook allemaal gearresteerd, waardoor we het niet zelf meer schoon konden maken. Maar ik geloof dat er binnen een uur een schoonmaakploeg door Shell ingehuurd was en aanwezig was.
En nou, die hadden het zo weer schoon. Dus vrijdagmiddag was de trap gewoon alweer helemaal schoongemaakt. Je zei dat nou ja, Shell ja, veel smeriger bezig is dan zo'n substantie die je zo wegspoelt. Kan je daar iets meer over zeggen, wat je motivatie wat dat betreft is? Ja, kijk, Shell is gewoon een van de grote vervuilers wereldwijd. Ze staan 7e op de ranglijst van meest CO2-uitstotende bedrijven. En hun uitstoot gaat alleen nog maar omhoog. Daarnaast is ook bekend dat Shell zich schuldig maakt aan enorme schendingen van mensenrechten overal ter wereld. Dat dankzij Shell duizenden, dan wel honderden duizenden, dan wel miljoenen mensen blijvende schade hebben door olierampen veroorzaakt door Shell, bijvoorbeeld in Ogoniland in Nigeria. Shell heeft laten zien dat ze gewoon totaal geen waarde hechten aan het leven van mensen. Het enige waar ze waarde aan hechten is de winst die ze kunnen maken over de ruggen van andere mensen heen. En ja, dat moet gestopt worden. En dat moet nu gestopt worden en niet pas over 10 jaar of 20 jaar. Dus daarom komen we nu in opstand tegen Shell. Okay. Ja, hoe heb je heel dit traject ervaren? Dus ja, vanaf het moment dat je gearresteerd werd, hoe was het? Super zwaar. Ik denk het moment waarop de politie hun knuppels ging gebruiken tegen vreedzame demonstranten, toen knapte er bij mij al iets. Omdat ik er gewoon met mijn hoofd niet bij kon dat de politie op zo'n manier optreedt tegen vreedzame demonstranten. Ik snapte het gewoon echt niet. En het was enorm pijnlijk om dat te zien bij mijn mededemonstranten. En om vervolgens ook zelf enorm hardhandig van de trap verwijderd te worden. En daar komt dan vervolgens bovenop dat ze me 50 uur lang in een cel gestopt hebben. Waarin ik helemaal in mijn eentje zat. Dus met niemand erover kon praten. Geen idee had hoe lang het nog zou gaan duren. Ze wilden me voor een strafbaar feit aanklagen wat totaal buiten proportie was. En waarvan iedereen wist dat het buiten proportie was. Maar ja, als je erin zit, dan denk je, ja, wat als het wel, wat als die aanklacht wel blijft hangen, dan ben ik nu gewoon enorm de sjaak en zit ik hier in mijn eentje. Dus dat was heftig. En vervolgens kom je eindelijk naar buiten. Het enige wat ik kon doen het moment dat ik het politiebureau uitliep, was gewoon, zeg maar, janken. Ik geloof dat ik echt 10 minuten in de armen van mijn vriend heb gehangen. En dat ik alleen maar kon janken. Terwijl ik op dat moment juist zo graag sterk had willen zijn. Want wat we gedaan hebben was super belangrijk. Maar ja, de emotionele schade was op dat moment groter. En vervolgens eigenlijk gelijk overschakelen naar de stand waarin je je rechtszaak voor moet bereiden. En voor mij was dit de eerste keer dat ik daadwerkelijk in een rechtbank geweest ben. Dus dat was ook een nieuwe ervaring. En ik stond natuurlijk niet in mijn eentje voor, want ik kreeg uit alle mogelijke hoeken steun van alles en iedereen. Maar uiteindelijk sta je daar wel als enige verdachte en denk je, ja, fuck. iemand moest, binnen XR, iemand moest de eerste zijn. Dat werd ik. En dat is een twijfelachtige eer die je kan hebben. Dus ik ben heel blij dat dat deel er nu op zit.
Maar ja, het is nog niet voorbij. Ja, nou ja, heel stoer. Toch allemaal doorstaan. Ja, wat zijn nu de directe plannen? Ja, want we zitten nu ook met de coronacrisis, moet thuis blijven. Neem je ook rust, zeg maar? Kun je ook in die zin herstellen? Ja. Het is... ja, alle plannen die we hadden voor acties in de komende periode, die zijn nu allemaal van tafel af. Dus dat is ergens, geeft dat je tijd om tot rust te komen. Aan de andere kant moet er nu gezocht worden naar manieren waarop we wel nog in actie kunnen komen. Dus dat vergt ook wel weer een stukje creativiteit en nieuwe actievormen bedenken. Dus nou ja, daar ga ik me nu maar op richten. Ja. Om te zorgen dat we niet nu gewoon een paar maanden stilvallen. Want het is nog de bedoeling om Shell te laten vallen. Ja. Oké. Okay. Nou, tenzij je nog andere dingen kwijt wil, wil ik in ieder geval bedanken. En dan heel veel succes. En als het inderdaad tot een hoger beroep komt, dan ook vanuit Shell moest vol alle steun en code rood. En vanuit XR, ja, neem ik ook aan. Oké, heel erg bedankt. En dan, sterkte. Ja, dankjewel.